grootste risico van congres en evenement is dat het een gala van gemiste kansen wordt. Dat drie stoelen verderop van jou iemand zit die je kan helpen, maar dat je vanavond maar tot twee stoelen verderop met iemand praat. Dus het leukste wat je vanavond kan overkomen is zo duidelijk mogelijk zeggen wat je voor elkaar wilt krijgen. En bij voorkeur tegen de mensen die je niet kent. Maar je wilde wat zeggen, dat is ook waar. Goed, wat kunt u allemaal verwachten vandaag? Wat gaat u allemaal meemaken vanavond? U kunt theater zien. U kunt dansen op een sustainable dance floor. U gaat natuurlijk heerlijk duurzaam eten en drinken. Ik zie dat enkele al begonnen zijn met een hapje en een drankje. Maar waar we ook voor zijn vanavond is de Wereldprijs. En dat is niet één prijs, dat zijn meerdere prijzen waar we dadelijk nog iets over gaan vertellen. Voor degenen die hier gewoon op af zijn gekomen en het niet helemaal hebben gevolgd op internet, is als volgt gelopen. De klanten van ASM Bank hebben aangegeven dat zij op vier thema's willen dat wij extra aandacht besteden en dat wij daarin investeren. Dat is duurzame energie, eerlijke handel, tegen kinderarbeid en tegen wapenhandel. Twee hele mooie projecten waar we lang over gesteggeld hebben. Allebei een hele mooie combinatie van duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Orfiro met een innovatief product een flinke dosis ondernemerschap erachter. Zonnige toekomst voor Namibië, indrukwekkend toch het sluiten van de cirkel. Wij hebben tot diep in de nacht zitten vergaderen. Uiteindelijk heeft de doorslag gegeven het project wat het dichtste lag bij de categorie waar we ons specifiek op moesten richten. En dat was duurzame energie. En vandaar dat wij voor duurzame zonnige toekomst voor Namibië hebben gekozen. Hoe voelt dit? Geweldig, ja, geweldig. Het is een droom voor ons. En vooral ook een droom voor kansarme jongeren in Namibië die we waar kunnen maken. Dus hartelijk bedankt. Nou, als we naar Vegetarian Ivory kijken, wie kan er nou verbinding leggen tussen Afrikaanse olifanten die om hun ivoor worden doodgeschoten en het Amazone regenwoud waar inheemse volkeren sieraden kunnen maken. En aan de andere kant hebben we de Fairphone. Wie wil hier een eerlijke telefoon, een eerlijke mobiel? Nou, iedereen, hè? Dus wij vinden dit een ontzettend leuk initiatief. Fairphone heeft gewonnen. Fairphone, ja, kom er maar even bij. Gefeliciteerd. Had je dit verwacht eigenlijk? Nou ja, ik vond het heel spannend, absoluut. Ja. Je had 50% kans, dus een beetje verwacht had je natuurlijk wel. Nou, het 50% had ik wel verwacht. Fairmail geeft kansarme jongeren natuurlijk de kans om zelf hun eigen onderwijs te verdienen op een moment dat hun ouders dat niet kunnen betalen. En geeft ze ook de mogelijkheid om creativiteit en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Happy Made By vinden we ook een heel positief project, omdat het werkt aan een positief zelfbeeld van de kinderen. En omdat het ook de zelfredzaamheid daarmee vergroot. Eén aspect heeft voor de jury absoluut de doorslag gegeven. En dat is iets wat we als jury heel erg belangrijk vinden. Ondernemerschap. Dus met heel veel plezier feliciteren wij van harte Fairmail Marokko. Applaus, Fairmail Marokko. Oh, je bent geëmotioneerd. Ja, super. Eindelijk een prijs gewonnen. Dus het is wel aan de tijd om hier meer transparantie in te brengen. En met name als we nog met productie bezig zijn waar het een of ander op aan te merken valt. En daarom zouden we heel graag deze prijs willen geven aan Geld tegen Geweld. Gefeliciteerd. Geen Geld tegen Geweld heeft de prijs gewonnen van €10.000. Gefeliciteerd. Wat ga je nu morgenochtend doen met dat geld? Morgenochtend? Nou, waar wij over zaten te denken, en dat kwam ook hier een beetje te sprake. Eén ding wat je natuurlijk nodig hebt voor een goede campagne is een logo. Dus we gaan erover nadenken, maar dat gaan we dus niet met het geld doen. Want ik heb juist gehoord, dan moet je gaan kijken of er mensen in de zaal zitten of mensen te vinden zijn die het leuk vinden om voor ons een logo te ontwerpen. Dit zijn hier, nou ja, 8 finalisten met 4 prijswinnaars voor alle thema's. Maar dan is er natuurlijk ook nog, voor het hele grote moment, de publieksprijs. Deze prijs betekent voor ons als Palestijnlink heel, heel, heel veel. Dankjewel. Nou, geweldig. Dankjewel voor deze prachtige woorden. De ASN Bank zal zich natuurlijk blijven inzetten voor datgene
wat echt belangrijk is. En dat is het creëren van een meer duurzame samenleving. En daar kunnen we allemaal een steentje aan bijdragen. Dat hebben we vanavond uitgebreid kunnen zien en horen. Vele dromen kunnen gerealiseerd worden.